Dag lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Rollercoaster Tycoon 3. En ik ben Vincent van de Vinster Games, maar dat wisten jullie hoogstwaarschijnlijk al. En voor de mensen die als eerste deze video kijken, je bent er helemaal goed bij. En waarom? Dit is een spannend moment. Een spannend moment waarom? Ik heb bijna 50 uur gewerkt aan deze complete map van Rollercoaster Tycoon 3. En jullie hebben alles gevolgd wat ik heb gebouwd in deze map. Er zijn dingen die nog helemaal niet af zijn. Er zijn bijvoorbeeld hier een heel kaal stuk. Ik moet dit nog allemaal verwijderen. Kortom, we zijn nog niet klaar met de map. Dus wees niet bang dat ik gewoon zeg van Alt F4 verwijderen. Nee, dat gaat niet gebeuren. We gaan namelijk, als het jaar 50 is geopend, gaan wij open. En dan, ja, dan zie je mij alleen maar glimlachen. Je ziet me sowieso al glimlachen, maar dan zie je die leuke kopjes van die mensen. Die komen dan in jouw gebouwde attracties. En dat is voor mij altijd een heerlijk moment. Ik vind dat prachtig. En mensen hebben gecomment op de vorige aflevering. Ik heb natuurlijk wel even de comments gelezen. En iemand zei, ik weet even niet meer wie. Stef geloof ik, of eentje die zei, Vincent, doe een video waarin je dus alle attracties gaat bezoeken. Maar dat lijkt me juist het leukste als we dat met alle bezoekers gaan doen. Voordat het park opent, we hebben nog wel een maand, wil ik deze layout gaan aanpassen. Dat had ik nog beloofd. Dus de Giga-achtbaan gaan we eventjes veranderen. We moeten even wegzien dat, hoe zeg je dat? Deze hele bocht gaan we verwijderen. Omdat het niet mooi staat bij de attractie. Ook deze paal gaat weg. Huppakee, dan kunnen we dit ook weghalen. En deze gaan allemaal weg. Zo. Want het wordt wat een compactere achtbaan. Dus ik ga het even opnieuw inrichten. We moeten ook sowieso erbij denken dat er geen gebouw bij staat. Dus dit hele gebouw wat ik nu aan het weghalen ben, dat gaat dus compleet weg. En we hebben niet echt een thematisatie. Dus ik denk dat ik gewoon bomen ga gebruiken. Gewoon hele mooie boompjes. Lekkere natuurboompjes. Daar houden mensen ook van, hè? Van lekker natuur. Ik hou ook sowieso van natuurbouwen. We hebben ook een aantal prachtige sets in de rollercoaster. Waar ik dat natuurlijk nog beter mee kan doen met het bouwen van natuur. Ik ga eens kijken, want waar loopt het hele parcours? Ik moet soms even stukjes verwijderen, stukjes muur. Om te kijken van hoe loopt de track, hoe loopt de baan. Nou, er zit natuurlijk een keigrote openingsgat in. Omdat ik natuurlijk ook een heel stuk van de baan heb weggehaald. En dat is het nadeel. Jullie weten het met Custom Scenery. Het is allemaal leuk dat je het kan downloaden en gebruiken. Maar je kan het niet gebruiken met verwijderen. Je moet alles stuk voor stuk verwijderen. Nou, dan zie je hoeveel werk het heeft gekost om dit allemaal te gaan bouwen. En daarom duren de afleveringen ook langer tijd. En zijn we al bij aflevering 42 uit mijn hoofd. Ah, dit ziet er vet uit. Het is een hele echte compacte achtbaan. Dat ziet er echt super leuk uit. Misschien moeten we dit cirkeltje erin houden of niet. Nee, we gaan het gewoon echt helemaal aanpassen. Zo, wat is dit? Wat is dat zwarte ding hier? Oh, dat is een paal. Oké, dit was het spookhuis vroeger, hè? Dat weten jullie. Dit was een scène voor het spookhuis. En een beetje in een kasteelsetting. Dat was een beetje de bedoeling, hè? Met palen en. Maar ja, we hebben nu een ander spookhuis. En daar ook waren ook comments op gevallen, Vincent. Het past niet bij je park. Ik weet het. Maar ik vond het ook wel uitdagend. Zoiets te maken. Ik bedoel, hij staat helemaal in de hoek van. Ja, we kunnen altijd zeggen dat het een kermisexploitant is. Dat we kunnen zeggen van. Nou ja, volgende keer komt er een andere soort kermisattractie. En dat we dat elke keer verversen. Zodat het park elke keer weer een andere attractie heeft in de hoek van het gebied. We kunnen ook zeggen dat dat gebied niet echt hoort bij het Disneypark. Maar dat het gewoon erbij is gekocht voor. Dat het bij de Main Street hoort. In verband met een kermisattractie. Nou, stel je voor, dan gaan we hier naar beneden. Is dat leuk, zo'n heuvel? Hij moet sowieso zo worden. En hij moet zo worden. Kijk, dan loopt die soepel. Oh, dit is ook gaaf, hè? Dat kunnen we ook gebruiken, dit. Oh, we hebben mogelijkheden. Oh, gaaf. Kijk, dit is gaaf. Dat zou gaaf zijn, of niet? Of. Ik weet wat. Moment. Nee, wat doet hij? Dit moet gewoon naar voren wijzen. Zo. We halen die palen weg. We gaan een korte helling doen. Deze korte helling bocht. Zo. En misschien, als ik het goed heb gekeken wat ik net zag.
komt hij precies op het goede moment uit? Wacht, dat is natuurlijk de vraag, hè? Oké. Als we nou weer de korte bocht doen, deze. Komt die dan uit? Het is spannend. Het is sowieso een spannend moment. Oh, ik mag geen dingen verwijderen, want dan verwijder ik die achtbaan. Als ik een beetje misklik. Nou. Het zou wel eens kunnen zijn. Als ik deze wat meer naar achter doe. Dus ik zeg maar klik, klik, klik. Korte helling naar rechts. Korte helling zo. Zo. Dan moet hij uit gaan komen op dit stuk. Oh, hij past niet. Waarom pas je niet, ja? Ik denk sowieso moet ik hier een grotere bocht van maken. Even die verwijderen. Boompjes ook. Geen natuur. Puur natuur. Oh, schat, we moeten hier naar boven. Nou, waarom lukt het nou weer niet? Kijk nou. Zit er een steen in de weg? Oh, die steen zat in de weg. Stomme steen. Kunnen we hier naar boven? Wat zit er in de weg? Oh, dat plantje hier. En deze bos. En deze bomen ook misschien. Oh, en hier is ook dit stukje. Oh, die ja, zit ook in de weg. Wat zit er nou nog in de weg? Deze. Nou, nu weet ik niet wat er in de weg zit, hoor. Oh jee. Kleine spiraal. Oh, hij gaat naar beneden. Ik snap het. Hij moet natuurlijk naar boven. Of moet hij naar beneden? Ik snap er geen reet meer van. Nou, ik heb denk ik een idee. Wacht even. Dit moet gaan werken. Ik voel het. Let op, let op. Yeah! Ik weet niet of het er heel mooi uitziet. Ik wil hem ook eerst testen. En kijken of het een beetje goed lukt. Want wat ik heb ook de snelheid niet getest van de achtbaan. Dus we gaan nu even kijken of dit haalbaar is. En of die niet te snel gaat. Daar gaat hij. De achtbaan wordt afgeschoten. Ja. Best wel een flinke... En haalt hij het? Ja. Haalt het zeker weten. Gaat lekker vloeiend. Hij gaat nog een keer omhoog. Dan maakt hij een bochtje. Hij heeft nog steeds een vaart. Hij heeft denk ik iets te veel vaart. Want hij gaat nu alleen maar vaart maken. Ik denk dat dit te eng wordt, hoor. Als ik het zo zie. Oh, crap. Oh, nu gaat hij naar boven. Dat is wel fijn. Maar hij houdt wel het tempo erin. Ja, dan gaat hij weer naar beneden. Ik denk dat dit toch best wel zou kunnen, dit. Ik denk dat het toch helemaal niet zo heel eng is of slecht. Nu neemt hij weer wat vaart af. Oh, ik denk dat dit best wel te doen is. Ik denk dat dit wel aardig gecoaster wordt op deze manier. Oh, ik vind hem helemaal niet zo slecht. Ik hoop dat jullie het ook een beetje een leuke coaster vinden. Dat is natuurlijk, ja, dat hoop ik. Zo, nou die sluiten we nu even. Het is bijna zover, mensen. Jaar 50, ik ga mijn spel nog even opslaan. Dit is de nieuwste attractie die ik heb gebouwd. Daar links wat je ziet. Dan ga je met een studiotreintje. Hè? Ga je langs allerlei omgevingen. Hier is een soort spookhuis ideetje. Wat ik heb gemaakt. En hier kom je langs een kasteeltje. En even kijken. Hier krijg je een jungle thema met een heel gemene Jurassic Park. Misschien kunnen we daar wat meer Jurassic Park ideetjes bij doen. Als we het dinootje aanvinken. Krijgen we hier nog. Kijk. Kan ik nog wat stuk bot doen. Zie je het? Stukken of een schedel. En misschien wat stukjes in het gras. Wat stukjes bot. Misschien ook gaaf. Hier nog iets. Misschien kunnen we zijn ruggengraat ook even... Misschien kunnen we beter zijn ruggengraat doen zo. En even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? Je hebt van die Jurassic Builders. Zo heet dat, hè? Jurassic Builders. Ze zien er niet uit. Maar ze zijn er wel. We hebben natuurlijk al hier al rotswanden. Dus dat heeft niet zoveel nut. Wat hebben we nog meer? We hebben tijgers. We hebben... Nog meer dino's, maar die dino's, ik weet niet wat die doen. Tyrannosaurus Rex. Misschien kunnen we hier ergens inzetten hierachter. Oh, dat is ook gaaf, joh, dit. Kijk, daar heb je van twee kanten heb je dino's. Misschien kunnen we ook nog zo'n dino hier ergens neerzetten hier. Kijk, misschien staat er wel eentje hier zo. Oh, dat is ook gaaf. Hij staat wel voor de helft in de rots. Maar is dan een beetje bedekt... Dan denk ik niet dat je dat heel goed ziet. Nee, dat zie je niet. Dat zie je gewoon niet. Ik kijk er gewoon even overheen. Ik heb hier nog een dino, die zet ik daarin. Zo, beweegt die ook, die dino? Ja, zeker die beweegt. Tussen de normale planten, dit is gewoon de normale bomen. Misschien moeten we even wat meer safari bomen neerzetten. Wat hebben we hier allemaal? Even kijken. Deze hebben, die zetten we daar neer. Zo.
En dan deze bomen verwijderen en verplaatsen we dan met de Giant Fern. Ja, de Giant Fern. Kijk, dan krijg je hier ook nog een stukje door het gras. En deze komt hier zo in het midden. Oh, leuk. Oh, schattig. Oh, ja. Je ziet er hartstikke leuk uit, zo. Hoppakee. Hier nog wat. Zo, en hier deze boom weg. Zo, nou, dit ziet er al beter uit. Gewoon een beetje planten, hè. Je moet niet bang zijn, gewoon planten. Hoppakee. We zien het wel in de rit. Want ik heb wel gezien toen ik in de rit zat, ik heb een testronde voor mezelf gedaan. Toen zag ik eigenlijk heel weinig, omdat het karretje zeg maar een soort van overdekking heeft. Het heeft een soort, kijk, zoals je ziet hier, heeft het een overdekking. En misschien kunnen we dat veranderen, ik weet niet. Nee, we hebben geen treinverandering. Shit! Nou, het is een safari trip, dus ja. Nou ja, safari trip, je gaat langs allerlei scènes, dus ik noem het gewoon een studiotreintje eigenlijk. Heeft hij al een naam, deze attractie? Ga eens kijken, want dan noem ik gewoon de studiotram. Naampje, waar sta je? Waar moet dat... Hier zo. Het heet de hop-on, hop-off transporttrams. Nou, dat vind ik wel een beetje raar. Dus we noemen het de studiotram. Nee, de studiotrein. Zo, die is opgeslagen. Zo, dat duurde even voordat het baanontwerp is opgeslagen. Oh, ik had het hele baanontwerp opgeslagen. Dat hoeft natuurlijk niet. Zo, nou, die attractie is gedaan. Misschien moeten we deze muur nog even bedekken. Want ik heb die muur nog helemaal niet... Waarom kan ik dit niet meer... Wacht. Ik kon het niet aanklikken hier. Deze muur moeten we gaan zoeken. Die staat volgens mij in Shy Guys. We gaan het even zoeken. Oh, leuk trouwens, deze lampionnetjes. Die zijn helemaal verbogen. Dat ziet er misschien wel leuk uit bij de Studio Tram Tour, zie ik nu. Kijk, die kunnen we gewoon een paar van neerzetten hier. Misschien ziet het wel grappig uit, joh. Ik kan de muur niet vinden, dus wat we doen... Ik ga gewoon eventjes wat anders doen. Ik ga eventjes deze kleur aanhouden. Dit is volgens mij een wat... Een soort roze-achtige muur. Even kijken hoor. Ik weet niet of dat hetzelfde is. Even kijken. Volgens mij wel. Als ik nou twee van zulke muren plaats. Ik wil even mooi plaatsen, niet zo. Zo en zo. Dan heb ik het opgelost. Ik kan gewoon die muur niet vinden, dat soort muur. Dus ik denk dat we sowieso deze allemaal aanpassen. Zo. En dan verander ik gewoon in roze muren. Dat is op zich geen punt. Geen punt bij Karwei. Dit muurtje nog wijzigen. En dit hier. Oh. Dit verkeerd. Zo. Nou, dat is beter. Het heeft wel geen detail, maar dat kunnen we nog wel even bouwen eraan op zich. Zo'n winkeltje aanbouwen. Oh, die ziet er leuk uit. Ik zou hem zo doen hoor. Hoppakee. Oh, die ziet er enig uit. Ja, ik zou het zo laten. Niks meer gaan doen. Het is bijna zover. Het is oktober. We moeten nog even wachten. Maar waarom moeten we per se op jaar 50 wachten? Ja, dat is wel eigenlijk de bedoeling. Hè? Dat moeten we eigenlijk gewoon netjes wachten. Oh jee, ik ben heel benieuwd. Ik ga sowieso wel personeel aannemen. Want ik weet, als de attracties natuurlijk allemaal gaan draaien... dan wordt het ten eerste een chaos in mijn park. Dus we moeten sowieso wat mensen gaan aannemen. Ik neem gewoon een paar werknemers aan. Een paar van die klusjesmannen. Ze gaan ook gelijk de bloemen besproeien. Terwijl ik dat eigenlijk helemaal niet wil. Maar ik heb voor mij helemaal geen keus. Dus ik neem gewoon echt heel veel aan. Aangezien we echt heel veel... valt! Er is eentje die valt. Oh, als ik hem natuurlijk plaats, dan staat natuurlijk dat hij valt. Ik dacht al, misschien dondert die struikelt hij over zijn schoenen of zo. Zijn fetus. Ik neem een paar monteurs aan, hoppakee. En we nemen natuurlijk een paar van die mannetjes aan die het park bewaken. Want we hebben echt volgens mij echt heel weinig personeel lopen. Er loopt wel wat personeel, maar dat staat allemaal vast in attracties. Nou, we nemen een paar entertainers hier. En ik wil gewoon echt veel personeel aannemen, want het is echt nodig, vrees ik. En waarom zet ik ze allemaal in het begin? Waarom zet ik ze niet in het midden van het park? Dat is nu iets wat ik mezelf ook afvraag. Niet slim, ik weet het. Jongens, zagen jullie dat in de hoek? Ik ga het laten zien. Dit is echt, echt belachelijk. Kijk dan. Hier zo. Lopen ze allemaal deze kant op. Jongens, wat is hier te beleven? Oh.
Ze gaan sproeien. Ja hoor, hier komt geen moer. Dit is niet eens het officiële park. En jullie beginnen al alles schoon te maken en te besproeien. Ik zie ook gewoon, die bosjes zijn gewoon nog prachtig. Oh, wat gaat hij doen? Oh, die gaat ook besproeien. Nou, prachtig hoor. Het is helemaal opgeknapt. Die bloemen zien er altijd goed uit, joh. Ouwe hoeren. Zeikers. Ik moet nog trouwens ondersteuning plaatsen hier. Maar ik moet allemaal dit weghalen. Maar dat doe ik niet in een video. Ik heb het wel een beetje in een video gedaan, hoor, stiekem. Ik doe dit gewoon totdat het park open gaat in jaar 50. Nog een paar dagen en dan zijn we er. Ik zit nog net een paar van die balkjes te verwijderen. Van die kleine balkjes die ik ooit heb geplaatst. En ik krijg sommige echt haast niet weg. Dat is echt priegelwerk. Maar je ziet dat ik al heel veel dingen heb weggehaald hier. En dat het eigenlijk wel beter uitziet nu. Als ik wat bomen ga plaatsen, dan wordt het een hele vette achtbaan. Hier staan nog wat kratjes en wat lantaarnpaaltjes. Maar ik ga park zo openen. Het is echt wel heel gaaf dit. Het moment waar jullie op hebben gewacht. En ik ook natuurlijk. Deze nog even weg aan deze paaltjes. En we zijn er bijna. Serieus, is dat paaltje de achtbaan? Krijg ik dat ooit? Dan krijg ik gewoon nooit weg dit. Of misschien goed klikken. Yes! En hier nog een beetje. Hoppakee. Nou, ik geloof dat alles weg is. En we zijn 30 oktober. Het is zover. Ik kijk, hier zijn nog wel medewerkers. Ja, hier zijn nog wel wat medewerkers. Ik weet niet waarom ze hier allemaal rondbanjeren. Ik heb sowieso te veel aangenomen van die gasten. Hoppakee. Kan ik hem ontslaan hier of zo? Fired! Deze toch? Oh, je kan hem waarschuwen. Ontslaan. Huppakee. Deze ook, die man. Gaan we ontslaan. Oh, je kan hem waarschuwen. Hé, je doet je werk niet goed of zo. Wat grappig. En het is jaar 50. Ik heb het gehaald, mensen. Wauw. Ik heb het gered. En we gaan het park openen voor het publiek. En waarom heet het? Het heet gewoon Zandbak, de naam van het park. Nee, het is Disney Unique. Ik heb het zelfs dat ook nog nooit aangepast. Disney Unique. Zo, en komt u maar. De eerste bezoekers komen binnen. Het is een stelletje. Ze gaan betalen en ze komen binnen. Ze rennen naar binnen vol met enthousiasme. Ze worden overspoeld door entertainers. En ze blijven daar ook staan. En het is Britney en Mike. Nou, ze vinden dus blijkbaar de entertainers belangrijker dan het park zelf. Jongens, jullie hebben een hele park om te ontdekken. En hij gaat gelijk naar het beeld toe. Het stambeeld van Mickey Mouse. Ik hoor ook gelijk allemaal mensen. Het lijkt net alsof er echt 30 man staan, maar het zijn er echt maar 5. En dan hoor je gelijk al die drukte van 30 mensen. Het is echt bizar. Ze komen dus hier vandaan uit het bos. Zoals je ziet, spannen ze gewoon. En komen ze, betalen ze hier en dan komen ze binnen. Maar ze hoeven eigenlijk niks te betalen, want de toegangsprijs is gratis. Ja, zeker weten. Het is gewoon een gratis park. Ik werk ook niet met geld of zo. Nou, wat leuk. Het lijkt niet echt heel erg bevolkt. En ik ben benieuwd, waar zullen de mensen ingaan? Ik zal eerst de attracties gaan openen. Dat is misschien nog beter en verstandiger. Waar kunnen we dat doen? Oh, zit ik nou aan de knoei? Oh, dit is een kaartmap. Waar kon dat nou? Kan ik überhaupt de attracties wel openen? Ja, natuurlijk. Hier zo? Ja. Waar ging dat ook alweer? Ik heb hem. Hier zo, status. Ja, hier zo openen. En ook met de winkels gaan we allemaal openen. Dan hebben wij nog de toiletten zijn nu geopend. We hebben maar 4 toiletten in het park. Dat is echt veel te weinig. Nu ik dat zo zie, denk ik van shit, ik moet veel meer toiletten gaan bouwen. Anders gaan mensen zeiken. We gaan dus even toiletten verspreiden over het park. Ik pak eerst even toiletten. Waar staan jullie toiletjes? Hier zo staan jullie toiletten. En die toiletten moeten we even verdelen over bepaalde plekjes. Dit hebben we trouwens ook niet afgebouwd. Dus dat is zeker nog. Zijn we nog zeker van plan? Misschien even om dat hier neer te zetten. En dan gaan we dat dadelijk wegwerken. Ja, of dadelijk. Niet meer in deze aflevering. Maar dan weet ik dat ik het daar een neerzet. Misschien kan ik hem hier in deze Main Street ergens eentje neerzetten. Dus even het winkeltje openen. Hoppakee. En dan toilet. Voilà. Toiletten. Toiletten. Hier een toiletten. Dan hoef ik het niet in te richten, dat kamertje. Dat is makkelijk. En nog meer toiletten. Daar heb ik één. Daar had ik er één. Misschien ergens hier zo bij. Ik denk hier zo.
gewoon random hier. Tussen de planten. Oh, het is ook stom dat ik niet even die planten eerst weghaal. Sta je dadelijk in de tulpen te plassen. Zo, die halen we weg. Oh, wat een hoop. Zo jongens, we moeten even kijken hoor. Het is even pittig, vervelend. Er staan ook allemaal planten in die wc. Deze weg. En volgens mij is die nou wel aardig anti-plant. Anti-plant. Ik noem die toilet anti-plant. Even kijken, zijn er al mensen gekomen in een attractie? Ik bedoel, kijk eens hier. Je kan een dreuzenrad. Niemand gaat erin. Het is onbelangrijk. Komen er al mensen aan? Ik zie alleen maar medewerkers. Niemand is er. Waar is iedereen? Blijven ze allemaal hier? Wat doen ze allemaal? Oh, ze gaan naar de studiotram. Oh, wat gaaf. Dat is natuurlijk de eerste attractie die ze zien. Ze denken, wauw. Ik ga eens kijken. Oh, het treintje staat al klaar. En de mensen stappen in. Kijk eens, hoe gezellig. Ja hoor, betaal maar lekker. En ze stappen in, kijk eens. Allemaal in een treintje. En de conducteur heeft een cursus van stilzitten gedaan. Hij is door het weekend speelt hij namelijk een standbeeld. In Rotterdam doet hij dat. Hij geeft een seintje dat hij vertrekt. Hij knikt gewoon naar achter, weet je. Waarvan, ja, weet je, is iedereen klaar? Zit iedereen in de gordels? En er is ook maar één ding gevuld. Eén wagentje. De tweede is ook een beetje gevuld. Ze gaan langs de scènes. Oké, die attractie is gewoon populair, zie ik al. En hier houden mensen een... Oh! Ze zitten bij de entertainer te kijken. Leuk. Nou, ze lachen zich helemaal dood. Mensen gaan massaal naar die studiotrams. Dat vind ik echt superleuk. Zijn er nog meer... Oh, jeetje. Dat wordt druk. Er zijn nu al 250 man in het park. Oh, jeetje. Het wordt hier heel erg druk. Wil u weten hoe dit afloopt? Kijk de volgende keer verder, want dan gaan we zeker weten deze mensen even bespieken in welke attractie ze gaan in Disney Unique. Dus de volgende aflevering wordt eigenlijk nog awesomer, denk ik. Hoop ik. Mensen, tot de volgende keer. Doei!